In Addis Ababa, in Ethiopië, wonen ongeveer 4 miljoen mensen. Een groot deel van hen zijn jongeren. Veel van hen hebben beperkte toegang tot onderwijs en daarmee ook beperkte toegang tot werk. Dorcas biedt hen vaktraining aan, in het maken van kleding of in het bewerken van hout en metaal. De jongeren komen steeds bij elkaar in groepen. Die groepen zijn belangrijk om samen te sparen en voor sociale steun. Het geeft ze een vangnet om te gaan met hun vele uitdagingen. Zo krijgen jongeren toegang tot de arbeidsmarkt en krijgen ze nieuwe kansen om voldoende inkomen te verdienen voor zichzelf en voor hun familie. Het is mooi om te zien dat de vrouwen in dit project niet alleen vaardigheden om te naaien hebben gekregen, maar dat ook hun zelfvertrouwen aanzienlijk is verbeterd. Tsadikan is pas net klaar met haar opleiding. Samuel is een jaar geleden al afgestudeerd. Hoe vergaat het hem? We zijn dankbaar voor de mooie resultaten die we in Ethiopië mogen bereiken.